We kennen jou vooral als actrice, zakenpartner van Rob Scholten, creatief directeur van de Suppenclub. Het fotograferen is er de laatste jaren zeg maar bijgekomen. Hoe is dat zo ontstaan? Ik denk dat alles uit dezelfde koker komt. Ik ben natuurlijk altijd een soort van creatieve storyteller geweest. Als acteur doe je dat voor de camera, nu doe ik het achter de camera. De ervaringen van al die dingen hebben bijgedragen tot een mooie doosje met levenservaring waar ik uit kan putten met wat ik nu doe. Wanneer kreeg je die eerste camera in je handen? 8 jaar geleden, een maand voordat mijn moeder overleed, gaf ze mij een laatste verjaardagscadeau. Vandaag mijn verjaardag. Dus op deze dag, 8 jaar geleden, kreeg ik dat. En ze stierf 4 weken later en ik verhuisde met Adam naar Amerika. Dus die camera werd een soort van belangrijk ding wat ik iedere dag bij me wilde hebben. Mijn moeder was dan nog een beetje bij me en ik moest een soort van nieuw leven opbouwen. En dat was een soort van love at first sight. En iedere dag ging ik de stad in. Ik heb alles gefotografeerd wat los en vast zat, 2 jaar lang. En op een gegeven moment werd het wat, zeiden mensen. Dat doe je goed, daar moet je wat mee doen. En wat zijn de typische kenmerken van jouw portretfotografie? Er zit een verstilling in. Ik ben altijd op zoek naar de kwetsbaarheid van de mens. Dus niemand poseert, niemand maakt zich mooier. Ze zijn allemaal heel rustig en echt in zichzelf. En het is loeischerp. Dus de ogen zijn de poort naar andere gedachten toe.